welkom bij deze nieuwe video. Ik was aan het rondhangen op de Douglas website en toen zag ik echt de meest cute collectie ever. En dat was de nieuwe teddybeer collectie van Too Faced. Dit is de nieuwste collectie van Too Faced en het is allemaal met een soort van beertjes thema. Het heeft allemaal te maken met een beertje. Het heet ook de teddybeer collection. En ik dacht echt, dit is echt te cute. Ik ga deze collectie reviewen. Ik heb toen op mijn Instagram gevraagd of jullie deze collectie wilden zien. En de meerderheid zei ja. Dus ik heb de collectie besteld en we gaan het vandaag reviewen. Ik heb ook vandaag mijn beertjesachtige sweater aangedaan. Helemaal om in de vibe te komen van beertjes. Ik ben altijd zo extra. Altijd als ik een collectie review met een bepaald thema of bepaalde kleurtjes ofzo, dan wil ik altijd mijn hele video vibe daarop aanpassen. De achtergrond, mijn kleding en alles. Dus dat heb ik vandaag geprobeerd te doen. Ik vind dit wel een beetje zo beertjesachtig of zo. Ik heb volgens mij nog nooit, als ik het me goed herinner, heb ik echt nog nooit een collectie van Too Faced getest. Ik heb ook bijna geen make-up van Too Faced. Ik weet niet waarom. Too Faced is gewoon een merk dat me op zich wel aanspreekt, maar ook weer niet. Ik zie nooit echt make-up bij hen waarvan ik denk, oh, dat wil ik echt hebben. Maar deze collectie was zo cute. Het oogschaduwpaletje heb ik ook al gezien in een andere video en die persoon was er echt super, super blij mee. Dus ik hoop gewoon dat ik er net zo blij mee ga zijn. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan gewoon deze collectie reviewen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Jongens, wat vinden we van mijn nagels? Helemaal zo neongeel. Dit heb ik gedaan omdat ik op vakantie ga. Als deze video online komt, deze video komt aanstaande woensdag online. En dat is ook de dag dat ik vertrek naar Spanje. Dus vandaag, wanneer jullie deze video zien, ben ik vertrokken naar Spanje. Ik ga ook vloggen in Spanje als het goed is. Dus ik ga ook een hele vlog maken. En ik heb ook in mijn hoofd dat ik een soort van make-up video ook wil maken daar. Dus ik ga kijken of dat mij lukt. Dat weet ik allemaal nog niet. Dat zijn allemaal gewoon leuke ideeën die ik in mijn hoofd heb. Maar daarom heb ik dus deze felle nagels, want dat vond ik wel leuk voor op vakantie. Maar goed, ik heb dus hier de collectie. De collectie is niet heel groot. Het zijn slechts 3 producten. Ik heb 4 producten, want Too Faced had ook een nieuwe blush. En ik dacht dat hij bij de Teddy Bear collectie hoorde. Maar dat was helemaal niet. Dit is gewoon een aparte blush die ze gewoon op zichzelf hebben uitgebracht. Maar nou heb ik die dus ook besteld. Dus dan hebben we gewoon een extra productje erbij die we vandaag gaan testen. Maar eigenlijk heeft de collectie alleen maar 1 bronzer, 1 oogschaduw en 1 lipgloss. Maar nou is dus die blush extra erbij. Is wel leuk, toch? Zoals je al kunt zien heb ik mijn hele basis make-up al gedaan. Want daarvoor hebben we niks in deze collectie. Oké, we gaan vandaag beginnen met de ogen. Met het oogschaduwpaletje. En kijk dit. Dit is zo cute. Ik dacht dat het paletje groter zou zijn. Het paletje is kleiner dan dat ik had verwacht. Maar goed. Ik vind dit zo cute. Kijk dit beertje. Oh my god. Ik ben echt een dierenpersoon. Ik hou echt heel heel erg van dieren. Echt gewoon van alle dieren. En vooral schattige dieren. Dus alles wat er schattig uitziet met fluffy vachtje en dat soort dingen. Vind ik heel cute. En een beertje is dat dus ook. Dus ik vind het zo cute. Hierop staan alle kleurtjes zo op de zijkant. Dat vind ik ook echt heel erg leuk gedaan. Het is ook zo 3D. Het voelt zo 3D aan. Oeh, ik zie wel dat dit paletje nu is uitverkocht. Maar ik hoop dat hij er weer is als deze video online gaat. Maar voor nu is hij dus uitverkocht. Maar je kunt klikken op e-mail mij zodra leverbaar. En dan word je gewoon gelijk gemaild als hij er weer is. Het paletje is afgerond €43. En dit is het Teddy Bear Eyeshadow Palette. Nou, laten we hem gewoon gaan openen. Het is volgens mij een vrij neutraal paletje. Alles is dus een beetje bruinachtig en zo. Omdat het allemaal te maken heeft met beertjes. Hij komt er niet uit. Oh my god. En ik wil de verpakking niet kapot maken. Want ik moet nog de close-up shots maken. Nou, ik denk dat ik het toch gewoon kapot moet maken. Oh nee, hij is eruit. Oh my god. Het paletje is echt klein. Als je hem zo ziet op de website, je verwacht zo'n groot lang palet. Tenminste, ikke. Maar het is echt best wel gewoon een klein paletje. Maar goed, whatever. Dit is dus het paletje. En dan als je het openmaakt. Oh wauw, echt heel mooi. Dit paletje ziet er echt heel mooi en luxueus uit. Het ziet er echt best wel luxe uit en mooi. Maar het is echt kleiner dan verwacht. Ik weet niet waarom ik een groot palet had verwacht, maar whatever. De kleuren zien er wel echt prachtig uit. Je hebt hier ook zo een beertje erin gedrukt. En hier. Hierin staat Too Faced. Ik vind het er echt prachtig uitzien. Hele, hele mooie kleuren. Je kunt hier echt heel veel mooie neutrale looks maken. Zowel bruinachtig als een beetje rozig. En je hebt heel mooi... En ik heb hem alweer laten vallen. Maar gelukkig is alles nog heel. Wat ik dus aan het zeggen was, is dat je heel mooie matte en glanzende kleurtjes hebt. Ik ga er even een paar swatchen. Jongens, kijk even hoe mooi deze 2 kleuren zijn. Wauw. Echt super, super mooi. I love it. Dit is echt zo'n paletje die je echt gewoon op dagelijkse basis kunt gebruiken. Je kunt hier hele mooie everyday looks mee maken. En je kunt het ook wat heftiger aanzetten met de donkere kleurtjes. Als je meer wilt gaan voor een avondlook, face look. Dus heel erg mooi. Ik hoop dat hij goed gaat werken. Ik heb dit paletje
gezien in een video van Manny MUA. En hij vond dit paletje heel fijn. Hij was ook aan het vertellen dat Too Faced niet altijd de beste paletjes heeft. Maar dat dit paletje echt verrassend goed was. Dus ik hoop gewoon echt dat ik dat ook ga vinden. Maar we hebben nou echt meer dan genoeg gepraat. Laten we hem gewoon gaan gebruiken. We gaan inzoomen op mijn ogen. Oké, we zijn ingezoomd op mijn gezicht. Nou kunnen we alles beter zien. Ik weet nog niet heel goed wat voor look ik ga maken. Ik denk dat ik gewoon een beetje ga beginnen met de kleurtjes. En we wel gewoon zien waar we stranden. De kleurnamen staan by the way hier achter op het paletje. Ik ga beginnen met deze donkerste matte kleur in het paletje. Die heet Boop. Die ga ik aanbrengen met deze platte fluffy kwast van Boozy Shop. Dit is de kwast UP24. En die ga ik dan zo aanbrengen in de buitenste hoek. Oeh, gelijk heel veel pigment. Ik heb mijn ogen al geprimed met concealer, dus dat hoeft niet meer. Dan pak ik deze lichtere bruine matte kleur, die heet Mama Bear. Die ga ik aanbrengen met de 228 fluffy kwast van Zweva. En daarmee ga ik een beetje zo in mijn hele arcadeboog en de randen uitblenden van die donkere kleur. Dan pak ik ook deze beetje mosterdachtige kleur, die heet Teddy Bear. En die ga ik ook zo in mijn arcadeboog aanbrengen om het een beetje meer bruinig te maken, zeg maar. Dan pak ik deze iets donkerdere kleur hier, die heet Press Pause. En die kleur ga ik zo aanbrengen ook in mijn arcadeboog, maar een beetje onderaan. Wauw, de kleuren zien er echt heel mooi fluweel uit. Jullie zouden het echt in het echt moeten zien. Echt zo mooi fluweelachtig en het blendt helemaal mooi in elkaar. Je kunt gewoon alle kleuren nog allemaal zien. En ik heb nou echt best wel veel kleuren aangebracht. Ik ben gewoon echt aan het spelen hoor. Ik ben maar gewoon wat aan het doen. Dan is het tijd voor de onderste wimperrand. Ik ga gewoon al deze matte kleuren ook onderaan aanbrengen. Ik ga vandaag voor een best wel heftige look zoals je kunt zien. Maar je kunt echt gewoon ook een hele neutrale everyday look maken met dit paletje. Die ga ik vast ook nog wel een keertje maken. Maar ik denk op mijn Instagram. Maar hier op mijn kanaal kan ook, dat weet ik nog niet. Oké, dan is het tijd voor wat glanzende kleurtjes. Ik zie twee verschillende soorten type glanzende kleuren in dit paletje. Ik heb hier deze twee glanzende kleurtjes. Die zijn gewoon een beetje normaalachtig. En je hebt deze hier en deze. En die zien er iets meer chunky glitteriger uit. Ik denk dat ik ook gewoon voor die ga. Maar ik wil eigenlijk allebei de dingen proberen. Ik ga eerst in met deze glanzende kleur hier. Die heet Path of Honey. Wauw, hij pakt echt heel erg mooi op. Oh, wauw. Kijk even dit, jongens. Ik ga de glanzende kleuren ook heel hoog aanbrengen. Gewoon echt helemaal in mijn arcadeboog. Nu ik gewoon weer normale korte nagels heb, is dit ook allemaal veel makkelijker voor mij om mijn vinger te gebruiken op mijn ooglid. Toen met die lange nagels lukte het me allemaal half bak. Ik had er altijd eerst zo'n hekel aan om mijn vingers te gebruiken bij oogschaduw. Maar nu heb ik dat echt helemaal niet meer. Nu vind ik het af en toe juist wel fijn. Vooral als ik een beetje zo'n smoky look maak. Dan is het fijn om mijn vinger te gebruiken. Omdat die het ook niet zo heel secuur aanbrengt, zeg maar. Mijn vinger brengt het ook zo een beetje smoky aan. En dat vind ik dan altijd heel mooi. Dan ga ik in met de glanzende kleur hier. Die heet Fur Real. Ik denk dat die echt wat heftiger gaat zijn. En die breng ik er gewoon overheen aan. Oh, die is op zich niet zo heftig als dat ik had verwacht. Oké. Dan pak ik weer mijn fluffy kwast van net. Ik heb hem schoongemaakt in dit handig kwast schoonmaak dingetje. En dan ga ik een beetje zo over de randen om het mooi in te blenden met de matte kleuren. Dan ga ik in met deze hele lichte matte kleur. Die heet Berry Doll. En die breng ik een beetje zo aan hier in de binnenste ooghoek. Normaal vind ik het fijner om daar een glanzende kleur aan te brengen. Maar die heb je niet in dit paletje. Dus dan ga ik maar voor de matte kleur. Hij is wel heel gepigmenteerd. Zien we dit? Dat ben ik niet zo gewend van, dit soort matte, lichte kleurtjes. Dus dat vind ik heel erg fijn. En dan met wat er nog op de kwast zit, ga ik ook een beetje zo langs onder mijn wenkbrauwen. Om die een beetje te verlichten hier zo. Oké, jongens, dit is dan de ooglook. Wat vinden we ervan? Ik heb de ooglook echt best wel heftig gemaakt. Maar omdat het hele neutrale kleurtjes zijn, is het allemaal gewoon nog een soort van soft. Ik vind de glanzende kleurtjes ook heel mooi. Ik had wel liever iets meer glans gehad in de glanzende kleurtjes. Ik vind dat de glanzende kleuren een heel klein beetje tegenvallen. Maar ja, misschien ligt dat ook echt aan mezelf. Omdat ik gewoon echt hou van een hele heftige glans. Alleen voor de rest is het echt top. Vooral die matte kleuren blenden echt super, super goed. Alles ging echt gewoon super goed. Het blenden goed, de pigmentatie is goed. Ze voelen gewoon echt heel zacht en fluweel aan vooral. Maar het ging echt helemaal goed zoals je kunt zien. I love it. Dit is dan de ooglook helemaal afgemaakt met wat mascara en nepwimpers. De wimpers die ik op heb zijn deze Primark wimpers in de stijl 730. Echt hele mooie heftige wimpers. I love it. Nou, dit is dan gewoon de hele look. Ik vind het echt heel erg mooi. Dit is echt een look die ik zou dragen. I love it. Oké, dan ga ik nou verder met het gezicht. Ik ga mijn gezicht
licht bronzen. En deze teddybeer collectie heeft ook deze prachtige bronzer. Kijk deze verpakking weer, hoe super mooi en cute. I love it. Ik vind deze verpakkingen echt amazing. Ik vind het echt heel leuk. Dit is dus een glanzende bronzer. Hij heet Honey Bun Glow. Er is ook maar één versie. En ik moet zeggen dat ik echt denk dat ik deze bronzer echt helemaal niks ga vinden. Los van de kleur is hij gewoon super glanzend. En het is gewoon bijna een highlighter. Tenminste, zo leek het online. Dit is dan de verpakking. Kijk, het is ook zo 3D. Alsof er gewoon echt een beertje op ligt. Ik vind het echt cute. I love it. I'm totally here for the packaging. En dit is dan de bronzer. Ja, wat moet ik hiermee, jongens? Het is gewoon net een highlighter. Het is echt super, super glanzend. Ik ga het even swatchen op mijn hand. Nou, op zich, nu ik het zo swatch, is het niet heel heftig glanzend. Dit hartje was goud, maar ik heb het geswatcht en nu wordt hij gewoon helemaal zo bruin. Zien we dit? Je swatcht het gewoon helemaal naar één grote bruine beer. En het is ook echt een super lichte kleur. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Er was ook echt maar één versie. Ik denk, ja, maak er dan drie of zo. Licht, medium en dark voor verschillende huidskleuren of zo. Ik denk niet dat deze een bronzer hem gaat worden. Maar we gaan het toch gewoon proberen natuurlijk. Ik ga gewoon in met mijn grote bronzerkwast. Boozy Shop UP02 kwast. Ik hoop gewoon dat deze bronzer me echt gaat verrassen en echt prachtig gaat zijn. Ik heb het nou een beetje hier gedaan en hier niet. Je ziet wel dat het hier zo heel mooi bruinig wordt gebronst. En het hier nog helemaal zo wittig is. Maar ik zie echt super duper veel glans. Het is wel echt, ja, het is echt een glanzende bronzer, jongens. Meestal breng ik ook bronzer aan zo hier bij mijn kaak. Maar dat wil ik gewoon nou bijna niet doen. Omdat het zoveel glans. En ik niet wil dat mijn hele kaak en alles gaat glanzen. Oh my god. Nee, ik vind het echt niet mooi. Ik vind ook niet dat het mijn gezicht mooi bronst of zo. Oh wow, ik vind het echt helemaal niks. Kijk, heel die glans op mijn voorhoofd. Wow, het is echt alsof er helemaal highlight zit. Oké, ik moet echt stoppen met aanbrengen. Ik ben echt veel te veel aan het aanbrengen. Ik ben zoveel aan het aanbrengen omdat ik heel de tijd niks zag en zo. Maar de glans wordt steeds meer. En de kleur wordt niet meer. Dus ja, het wordt nou gewoon één grote glans. Vooral voor die hoge prijs is het helemaal rampzalig. Als je zo kijkt naar de swatches op de Douglas website bijvoorbeeld, je ziet dan wel drie hele mooie swatches op drie verschillende kleuren armen en het lijkt helemaal zo mooi bruin bronzie, maar als je het aanbrengt is het gewoon dit. Het is gewoon een puinhoop. Ik zie gewoon bijna geen bronzer. Ik zie alleen maar mee glanzen en hoe meer ik aanbreng, hoe meer het gaat glanzen. Nee, ik vind het echt helemaal niks, jongens. Dan ga ik verder met iets wat dus eigenlijk niet bij de collectie hoort. En dat is deze blush. Dit is de Love Flush Blush. Ziet er ook weer super cute uit. Heel mooi roze, zo kleurrijk met bloemetjes en konijntjes. Maar nogmaals, dit hoort dus niet bij de collectie. Dus het heeft niks te maken met beertjes of zo. De blush heb je in vier kleuren. En ik heb de kleur No Ordinary Love. Dit was een van de lichtste kleurtjes. De verpakking is ook weer super cute. Kijk, dit hartje zo. Oh, ik vind dit echt een super leuke verpakking. Hij voelt ook best wel licht aan. En de kleur ziet er ook echt heel mooi uit. Het is ook echt gewoon een matte blush. En dat vind ik wel fijn. Ik moet wel zeggen, de verpakking voelt wel een heel klein beetje cheapy aan. Het voelt een beetje aan als gewoon zo'n cheap plastic verpakkingje. Maar het is wel heel erg mooi. Maar ik ga dus even deze blush aanbrengen. Ik hoop en ik denk dat die echt super mooi gaat zijn. Ja, deze blush is echt super cute. Ik merk wel dat de slechte bronzer die eronder zit het een beetje zo raar glanzend maakt. Want nu ik er met de blush overheen ga, komt die glans alleen maar meer naar voren. Dus ik probeer dat een beetje te negeren en me echt te focussen op hoe de blush er gewoon echt uitziet. En die vind ik heel erg cute. De kleur is best wel licht zoals je kunt zien, maar op mijn huidskleur is het nog steeds wel gewoon mooi. Ik wilde gewoon gaan voor zo'n lichte roze gloed. En ik denk dat ik dat ook wel echt heb gekregen. Ik vind het echt heel mooi. Het is ook heel mooi opbouwbaar. Nou, na de fiasco met de bronzer van net ben ik toch wel blij dat de blush wel gewoon mooi is. En dan heb ik hier als laatste de Lip Injection Lip Gloss. Deze lip gloss bestaat al bij Too Faced. Alleen dit is gewoon voor deze collectie nou gemaakt met een andere verpakking. De Lip Injection Lip Gloss van Too Faced staat er echt onbekend dat hij echt je lippen voller maakt. Dit is echt een overhypte lip gloss die iedereen echt goed vindt. En ik heb hem nog nooit geprobeerd, dus ik ben er heel benieuwd naar. Dit viel mee uit de verpakking. Ik weet niet wat dit is. Oh, hier staat gewoon een soort van waarschuwing over de lipgloss. Er staat dat je een intens geprikkel gaat voelen dat 5 tot 10 minuten kan duren. Oh my god. Breng het echt alleen maar aan op je lippen en niet op de huid eromheen, want dat kan gaan irriteren. Nou, zoals ik al net zei, deze gloss is echt super, super overhyped. Iedereen vindt hem echt heel erg goed en het maakt de lippen kennelijk ook echt, echt voller. En dit is dus gewoon met een andere verpakking. Dus dit is al een bestaand product, maar dan gewoon nou met een berenverpakking.
verpakking. Super, super cute al die beertjes zo op de verpakking. Ik heb deze gloss altijd al een keer willen proberen. Dus ik ben benieuwd of je mijn lippen echt voller gaat maken. Ik vind de kleur al wel echt heel erg mooi. Zo'n beetje een goudachtige nude kleur. Er zitten ook hele lichte glitters doorheen. En het ruikt echt heerlijk. Oh my god. Oh my god. Het prikt echt heftig. Wow, yo. Oh my god, heel mijn lippen prikken. Oké, dit is wel echt heftig. Oh my god, het doet gewoon echt pijn. Oh my god. Oh my god, het is niet echt overdreven dat je lippen gaan tintelen. Het is echt zo'n heel prikkelend gevoel. Het voelt echt alsof iemand gewoon aan het prikken is zo in mijn lippen. Oké, wow. Oké, ik laat het eventjes zitten en dan eventjes zien of mijn lippen echt voller worden. Maar het doet oprecht echt een beetje pijn gewoon. Wow. Oh, ik zie op de Douglas website dat de gloss ook is uitverkocht. Nou, ik hoop gewoon dat de gloss er ook is als deze video online komt. Nou, terwijl ik aan het wachten ben op mijn lippen, ga ik even mijn wattenschijfjes laden hier aanvullen. Oh, mijn lippen zijn echt aan het branden. Het brandt echt heel erg. Nou voelen ze een beetje warm aan. Het geprik is nou een beetje opgehouden. En nou voelen mijn lippen gewoon echt heel warm aan. Oh my god. Dit is echt... Wow. Ik heb nog nooit zoiets heftigs meegemaakt. Nou jongens, dit is dan hoe mijn lippen er nou uitzien. Mijn lippen zijn echt voller. Ik zweer het. Oh my god. Dit heeft echt nut. Als je vollere lippen wilt, deze gloss heeft echt nut. Oh my god. Maar het is wel echt heel erg heftig. Wow. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de hele teddybeer collectie van Too Faced. Hoe vonden we het gaan? Het ging echt best wel goed. Dit paletje is echt super, super mooi. De kleuren zien er ook echt toppie uit. Ik had wel gewild dat de glanskleuren iets glanzender zijn. Maar ik ben gewoon een heel heftig persoon. En ik hou van super veel glans, maar ik denk dat gewoon voor de gemiddelde consument dit echt helemaal prima is. Het is ook gewoon prima. Ik ben gewoon heel extra en ik hou van heel heftig. Maar dit is echt een mooi paletje. Als dit kleuren zijn die jou aanspreken, ik raad hem echt zeker aan. De bronzer raad ik niet aan, daar ga ik niet eens meer over hebben. En de blush en de gloss zijn ook allebei heel erg mooi. De blush ziet er echt prachtig uit en de gloss... Mijn hele lippen zijn gewoon bijna afgebrand. Maar ze zijn wel oprecht iets voller. Het laat ook zo'n hele mooie subtiele glitter achter op mijn lippen. En dat vind ik ook heel erg mooi. Dus deze lipgloss echt super heftig. Maar ik vind hem wel echt heel erg fijn. Laat me weten wat jij van de collectie vindt. Of je iets gaat halen. Of je misschien al iets hebt. Kom leuk kletsen met mij beneden in de reacties. En ik hoop gewoon zoals altijd dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!